Goedendag en welkom. Mijn naam is Auke Dirkmaat. Ik ben commercieel directeur van Iorgus. En wij zijn hier vandaag op onze stand bij Money 2020. Het grootste fintech-event van de wereld. Naast mij heb ik een zeer interessante gast zitten. Zijn naam is Floris van het bedrijf Keylane. En ik vind het leuk om jullie zo eventjes mee te nemen met een aantal korte vragen hoe hij kijkt naar compliance, regtech, fintech en voornamelijk gebaseerd op de pensioenenwereld. Maar laten we even beginnen met een korte introductie. Floris, zou je jezelf willen voorstellen? Uiteraard. Goedemorgen, ik ben Floris van Tol binnen Keylane als directeur business development. Verantwoordelijk eigenlijk voor de groei van onze SaaS business. Eindverantwoordelijk voor onze salesactiviteiten, onze marketingactiviteiten en de relaties met onze business partners. En wij houden ons als Keylane met name bezig met het leveren van SaaS-dienstverlening op het gebied van pensioenpolisadministraties en klantcommunicatie voor de individuele levensbranche en de pensioensector in Nederland en in Denemarken. Dankjewel, duidelijk antwoord. En als je kijkt naar de huidige compliance regels in combinatie met bijvoorbeeld de huidige wet en regelgeving ook die erbij hoort. Wat is jouw of jullie gedachte erop hoe je dat de komende jaren ziet? Wat is jouw visie daarbij? Ja, er zijn natuurlijk grote ontwikkelingen in de Nederlandse markt. We zien de druk vanuit compliancy, zeker in die pensioensector, zwaar toenemen de afgelopen jaren. We zien natuurlijk ook de ontwikkelingen in de markt richting de wet toekomst pensioenen in Nederland. Waarbij er een enorme transitie in het pensioenstelsel gaat komen. En voor veel pensioenuitvoerders echt een grote stap betekent van de traditionele DB-regelingen naar een DC-achtige producten. Ja. Een transitie die impact heeft niet alleen op de producten en de regelingen die ze aanbieden, maar ook met name natuurlijk op de achterliggende IT-platformen, zoals wij die vanuit Keylane leveren. Mm-hmm. Maar het betekent ook veel voor de manier van werken binnen die organisaties uiteindelijk. En zijn er, als je inzoomt op de huidige, ik noem het maar even, pijnpunten of issues die er nu lopen, ja, zou je daar wat over kunnen vertellen? Waar we eigenlijk nu met z'n allen tegenaan lopen? Ja, waar we nu met z'n allen tegenaan lopen, zeker in het kader eigenlijk van die wet toekomstpensioenen, is wat je eigenlijk ziet, is dat besluitvorming rondom wetgeving erg traag, waardoor veel partijen in een soort van wachtstand komen voordat ze ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen. En dat maakt wel dat uiteindelijk voor de invoering van die wetgeving, daar zit een deadline op. En dat betekent wel dat vaak de periode om ervoor te zorgen inderdaad dat onze klanten compliant kunnen zijn door gebruik te maken van onze software, ja, dat die periode altijd relatief kort is. En ik denk dat een van de grootste pijnpunten die op dit moment in de Nederlandse pensioenmarkt zit, rondom die wet toekomstpensioenen, is puur de beschikbaarheid van resources om ervoor te zorgen dat alle systemen aangepast worden, de nieuwe regelingen geïmplementeerd gaan worden, zodat uiteindelijk al die partijen uiterlijk januari 2028 daarmee ook in productie kunnen gaan. Ja, ja. Dat is sowieso een heel mooi streven om daar met z'n allen denk naartoe te gaan. Ja. Als je kijkt naar je hebt een aantal malen inderdaad software genoemd, IT-oplossingen. Ja. Als je kijkt naar inderdaad 5 of 10 jaar verder, zijn de technologische oplossingen in combinatie met de doelstellingen die er vanuit de overheid liggen, zijn er ook bepaalde technologische koppelingen dat je zegt, nou, als dat zou gaan gebeuren of als die oplossing erbij komt, nou, dan wordt het voor ons een heel stuk makkelijker? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het niet, laat ik zo zeggen, ik wil niet pinpointen op hele specifieke oplossingen. En wat we wel zien is dat uiteindelijk het totale IT of totale SaaS-landschap, waar partijen in de financiële sector, dus ook pensioensector, gebruik van maakt, dat wordt steeds groter, dat wordt steeds complexer. En dat betekent ook inderdaad dat we zien dat die pensioenuitvoerders, als je kijkt naar die pensioenplatformen, dat echt een ecosysteem gaat zijn waarin allerlei verschillende partijen hele specialistische oplossingen aan gaan bieden. En dat betekent dus ook inderdaad dat, hè, zeker als we het hebben over know your client ontwikkelingen, dat het heel belangrijk is inderdaad dat alle interactie die tussen die platformen plaats gaat vinden, dat die inderdaad strak geaudit wordt, strak gemonitord blijft worden. En dat is wel een gebied inderdaad wat zich hard verder moet gaan ontwikkelen. We zijn hier vandaag op een van de grootste fintech beurzen events ter wereld. Dit keer in Amsterdam.
Wat is jouw indruk van vandaag? Of wat wil je eigenlijk vandaag misschien nog zien of meemaken? Of wat is... De eerste indruk is dat ik eigenlijk best wel verrast was van de omvang van dit event. Er zijn vele honderden stands met heel veel softwarebedrijven, heel veel servicebedrijven inderdaad. Veel rondom banking inderdaad, maar ik zie ook heel veel partijen die inderdaad transactionele oplossingen in zijn algemeenheid bezig zijn. Dus ik wil hier vandaag zeker inderdaad rond gaan kijken, ook vanuit mijn rol. Welke partijen met wat voor oplossingen zich op die pensioen- en die verzekeringssector ook richten. Zodat ik ook daar eens kan kijken inderdaad, of daar fintechbedrijven tussen zitten die met oplossingen komen. Die heel mooi aanvullend kunnen zijn op de platformen en de SaaS-dienstverlening die wij als Keylane kunnen bieden. Okay. Maar het ziet eruit als een mooi professioneel event. Zeker. Nou, dan wil ik jou in ieder geval heel erg bedanken voor deze voor het korte interview. Ja. Duidelijke visie, je hebt een duidelijk beeld ook over de toekomst. En ik wil je vandaag een hele inspirerende dag wensen. En nogmaals dank. Dankjewel.